Als onderdeel van het staatsbezoek aan de Volksrepubliek China heeft president Chandrika Prasad Santokhi verschillende gesprekken gevoerd met grote Chinese bedrijven en conglomeraten die interesse hebben om te investeren in Suriname. Op de eerste dag sprak hij met Sheng Yinghe, de CEO van Xinjiang Mining, een van 's werelds grootste mijnbouwbedrijven, die actief is in Suriname en interesse heeft om hun operaties uit te breiden. Op 13 april heeft het Surinaamse staatshoofd overleg gevoerd met Citic Group en China Communications Construction Company. Citic, een van de grootste Chinese conglomeraten, toonde interesse in investeringen in voedselveiligheid, de agrarische sector, retail en telecommunicatie in Suriname. Ook sprak de president met Wang Tongsu, de voorzitter van CCCC, waarbij de intentie werd geuit om te investeren in Suriname, vooral met betrekking tot de bouw van de brug over de Corantijnrivier. Daarnaast ontving hij nog 5 andere bedrijven, waaronder Sinalco, CRCC, Sinopharm, Beijing Construction Engineering Group en Power China. Ze toonden interesse in verschillende sectoren, zoals de bauxietindustrie in West-Suriname. De president heeft als doel de getoonde interesse uit China om te zetten in concrete investeringen. Hij zal daarom samen met zijn delegatie de handelsbesprekingen voortzetten in Dalian en Shenzhen, waar de hoofdkwartieren Dalian, Huawei en Tencent zijn gevestigd. Het staatsbezoek aan China wordt op 17 april afgesloten.